Waar zijn we hier? We zijn hier aan de Retrangementseweg. En we zijn aan het opbouwen voor Joy Open Air. En wat zijn jullie hier nu aan het doen? Aan het opbouwen voor Joy Open Air. We zijn hier nu een tent aan het bouwen. Voor een van de barren. En wat komt er nog meer allemaal? We zijn nog het podium aan het opbouwen. Er komt nog een VIP-tent. Nog een andere grote tent. En springkussens worden nog gebouwd. Wanneer is het eigenlijk? Het is komende zaterdag, 2 augustus. En is het voor dagjesmensen of voor welke doelgroep is het? Voor iedereen die zin heeft om te komen, van jong tot oud. Iedereen mag komen. En hoe lang zijn jullie bezig met de opbouw? We zijn maandag gestart en we zijn nog tot zaterdag bezig met opbouwen. En lopen jullie goed op schema? Ja hoor, alles gaat vol schema. Er is nog niks fout gegaan? Nee, alles gaat prima. Wie bent u? Roy de Dali. En wat doet u hier? Ik help met je trein opbouwen. En gaat het goed tot nu toe? Ja, alles lopen prolletjes, we zitten op schema. En wat is de bedoeling voor zaterdag? Ja, een feestje van man, hè. En wat komt er allemaal? Ja, bekende DJ's. Relatief bekende DJ's. En waarom ben je op het idee gekomen om zo'n festival te organiseren? Ik ben niet op het idee gekomen. We organiseerden het festival Retrangement en Ralf was het toevallig ook. En dat festival was niet echt iets voor de jeugd. Dus toen hebben ze onderling beslist ze een festival doen voor de jeugd, ja of nee. Dan wilde ik er nu één tot doorgaan. En wat komt er allemaal voor de jeugd? Springkussen, schietkraam, suikerspin, van alles. En met wie doe je, je zit wel in de organisatie, maar wie doe je er allemaal samen? Ralf, Vlem. Tamara de Dali, Niels Vermouw, Willy de Dali, Marijan. En welke beroemde DJ's, ja, een beetje beroemde DJ's komen er allemaal? Ja, Billy the Kid, Girls of DJ's, nog meer. En tot hoe laat is het ongeveer? Dus van 12 uur 's middags tot 12 uur 's nachts. Wie bent u? Ik ben Franklin Frimouw en ik loop hier eigenlijk omdat ik helemaal zijdelings bij de organisatie betrokken ben. Maar ik ben niet echt degene die het hier organiseert, moet ik eerlijk zeggen. En wat doet u hier dan wel? Nou, ik zit wel verbonden aan de Yo Events. En dat is de zaak die hier de zaak voor een gedeelte organiseert. Dus op die manier loop ik hier dan ook rond. En waar zijn we hier? Kunt u iets over deze plek uitleggen? Ja, deze plek, daar kan ik wel iets over vertellen. Dat is de VIP-tent. En in deze tent komen de mensen die hebben bijgedragen aan de organisatie van het festival. Dus behoorlijk hebben meebetaald. Die mogen hier zitten. De mensen met de VIP-kaart mogen hier zitten. Dat is een beetje het luxe. Het plekje van heel het festival is dat. Ja, de mensen krijgen hier een wat luxere bediening, ze krijgen wat luxere drankjes. Er wordt een beetje goed voor ze gezorgd. De rest van het festival moeten de mensen overal zelf een beetje achteraan. En hier kunnen de mensen heel op het gemak zitten en wordt er een beetje voor hun gezorgd. Volgend jaar het festival weer wordt georganiseerd, wil u daar dan ook weer bij betrokken zijn? Jazeker, ik vind het heel knap wat ik gezien heb hoe mensen dat van de grond krijgen. Als ik daar iets aan kan bijdragen of aan kan helpen, zal ik het zeker doen. Want het is de moeite waard om zoiets te organiseren in de streek. Er wordt al veel te weinig gedaan voor de jeugd. Dus als deze mensen dan het initiatief nemen om zoiets moois neer te zetten, waar zoveel mensen hopelijk plezier aan beleven, dan zal ik, als me dat gevraagd wordt, zeker weer helpen. Ja, zeker. Ja. We'll be right back.
mee. We gaan vandaag eens kijken bij Joe Pinaar. En ik heb mee... Hallo, ik ben Jetsen. Ik ben vandaag om te helpen bij Joost bij Kikker TV. Komen jullie mee? Wat is uw naam? Mijn naam? Ja. Mijn DJ-naam of mijn gewone naam? Mijn DJ-naam. Ik ben Funky Ro. Oké. En wat is uw echte naam? Mijn echte naam is Robert. Oké, en hoe vindt u het om hier te zijn? Ja, ik vind het heel erg leuk. Ik kom zelf uit Goes, dus ongeveer een uurtje rijden. En we kwamen hier aan. Ja, het is super, super groot. Alleen, ja, het is natuurlijk nu nog niet zo heel druk. Oké, en wie heeft u allemaal meegebracht? Ja, ik ben met die jongens. Die gaan altijd mee als ik moet draaien. En ja, die zijn nu lekker van een drankje aan het genieten. Maar die gaan altijd met me mee. Oké, en welke muziek maakt u allemaal? Voornamelijk Latin House muziek. Heb ik net ook een beetje gedraaid. Een beetje met trommeltjes erin. Een beetje zomers, weet je wel. Ik ben Ferry, Ferry Doedens. En wat komt u hier doen? Ik kom hier rondlopen, gewoon hier om hier te zijn. En gaat u ook nog het podium op? Misschien ga ik straks wel even het podium op, ja. Ja. En doet u dat vaker? Gaat u vaker naar festivals? Ik ga zelf af en toe wel naar een festivaletje. Ja. Ik ben vorige week nog op een festival geweest. Milkshake, heel leuk festival in Amsterdam. En nu ben ik ook op een festival, alleen dan loop ik hier rond. Veel korp van springen, mensen. Ga de hoger springen dan ooit. Lieve mensen, high five even de persoon naast je. Maar jij vindt dit. Hoi. Vandaag zijn we allemaal vrienden. Dit is zo open air. Hier kan dit allemaal. Maar kan niet aan. Weet je wat? Weet je wat, we gaan dan pak gewoon de persoon naast je been. Gewoon de arm op diegene heen. En pak hem goed vast. Want dan gaan we gewoon een feestje bouwen. Pak hem vast. En besef één ding. Als deze piek valt, gaan we met het hele veld van links naar rechts. Dus pak iemand been. Als iemand valt, rap je hem op. Als iemand niet valt, ga je niet hard genoeg. Let's go. Is wel voorbij, jammer hè? Ja, heel erg. Het was heel erg leuk. Ja, superleuk. Echt een hele leuke ervaring. Ja. Nou, tot ziens. Het begint nu te regenen. Het is wel jammer van het feest. Heel erg jammer. Maar tot ziens. Doei, de mazzel!